het werk wat hij doet. Dat is gewoon super natuurlijk. Dat zo iemand gewoon zich inzet en overal naartoe gaat, zeg maar in het land, om jouw vader te kunnen vinden. Maar het werk van Bolt blijkt dus niet zonder risico's. De mannen verdwijnen in een gebied waar veel gewapende milities rondlopen. Miguel was met de presentator van Spoorloos op de Dominicaanse Republiek. De Haarlemmer ontmoette daar voor het eerst in zijn leven zijn vader. Ja, dat was wel even heftig. Zeg maar, emotioneel werd ik ook hier zo. Ja, mijn vader, die ik voor het eerst zie. Mijn oma, mijn zus. En de rest van de familie. En ja, wat vind je ervan om dit nu zo te zien, terwijl je nu weet hoe het, ja, dat Dirk ontvoerd is? Ja, erg natuurlijk. Het is gewoon niet leuk voor hem en zijn cameraman. Terwijl ze gewoon hun werk doen en ze willen mensen helpen. En dan overkomt je dat, zeg maar. Dat is bizar. Miguel hoopt dat Bolt misschien baat kan hebben bij het feit dat hij Spaans spreekt. Hij kan wel uitleggen dat hij van een programma is. En dat hij op zoek is naar een moeder of een vader van iemand. En ik hoop dat hun dat begrijpen.